Dames en heren, van harte welkom hier voor een nieuwe uitzending van Poker Inside Live vanuit de Dom Classic in Utrecht. Het was gisteren een zeer bewogen dag. U zal het ongetwijfeld hebben meegekregen, het vermeende cheatingschandaal hier in het Holland Casino. Een van de belangrijkste mensen, eigenlijk de man die het aanhanger heeft gemaakt, is onze gast van vandaag. Dat is Pieter de Korver. Pieter, misschien dat je... Goedemiddag, top dat je er bent. Laten we meteen naar de kern komen. Misschien kan je het kort vertellen wat er nou eigenlijk gisteren heeft plaatsgevonden, wat je geconstateerd hebt en hoe het allemaal gelopen is. Oké, in de middag 2 uur kwam ik bij mijn tafel. Mooie tafel, alleen mijn bekenden. Ik zei, nou, het wordt gezellig. En ik blijf altijd om me heen kijken en vind het leuk om iedereen eventjes te groeten. En toen viel me gewoon één ding op. Was een reporter die ik niet ken. Nou ja, komt weinig voor eigenlijk, want ik kom veel toernooien. Mm-hmm. En ik vond het eigenlijk wel vreemd. En ja, hij maakte foto's en stond er met zijn notitieblok. En toen ik zat toch zo van... Wie is die man? En dat wou ik gewoon weten. Dus ik vroeg het aan iemand, ik weet niet meer wie. Maar er bleek een Duitse fotograaf te zijn. Of een freelance journalist, in die trend. En toen gingen bij mij al... mijn haren gingen overeind. Ik zat zo van... ik ken een verhaal met een reporter die ik niet ken. En dat was het Ali Tekin Gamak. Een Gamtak verhaal. Ja, natuurlijk. Het verhaal van de Partouche Poker Tour. Partouche, leg even voor de kijker kort even uit wat daar gebeurd is. Partouche Poker Tour finale 2010. Half jaar geleden zou de finale plaatsvinden. En toen kwam er in één keer een schandaal naar boven. Dat er zou worden, dat er was vals gespeeld. En dat bleek om Ali Tekin Tamgak te zijn. En voor degene die het nog niet kennen. Ja, tik de naam in en je komt erachter. Ja, op de website Poker City staat het allemaal nu ook. Dit schandaal... Wat was precies wat ze deden? Want er was een reporter die foto's aan het maken was. Die notities aan het maken was. Maar die eigenlijk kaarten bekeek van de tegenstander. Ja. En met tongen, met weet ik het hoe ze deden. Gaven zij kaarten door aan hun speler. Nou, dus wat mij opviel was gewoon die reporter. Dat was het eerste. Ik zei zo, er klopt hier iets niet. Maar wat er toen... Even terugkomen op wat er toen gebeurd is. Dat was een niet zomaar een groep. Dat was een professionele groep. Ja. Want bij de EPT van Thomas Kremser zijn ze geleerd. Ook geband. En Kenny Hallard heb ik pas nog gesproken van de BOPCP, van de Belgische kampioenschappen. Ja. En als ik me niet vergis, dat is niet... wat hij me verteld heeft, volgens mij is dat ze daar ook geprobeerd hebben, maar dat hij hun ook daar geweerd heeft. Oké, dat wist ik nog niet. We hebben ook een filmpje op de website staan natuurlijk van de World Poker Tour, die Ali Tekin Tamgak won. En waar dan vermeend signalen te zien zouden zijn. Hè? Die heeft iedereen waarschijnlijk wel gezien ondertussen op onze website. Ja. Of daar is hij eigenlijk van bekend. Ja, vertel je verhaal. Je hebt dat bij de chef gemeld toen? Nee, wat er toen gewoon... De reporter, ik vond dat gewoon vreemd iets. Ik had het al aan mijn tafel gezegd. Tegen Thijs, tegen Roel, alle jongens. Dus ik zat zo... Klopt iets niet, jongens, aan die reporter. Ik vind het gewoon heel vreemd. Nou, en wat er toen gebeurde was... was een plek vrij bij ons. En toen kwam een nieuwe persoon daar. En was voor mij onduidelijk... ik kende die persoon totaal niet. Maar ja, goed... bestudeerde de kerel en prima, voor de rest helemaal niks, maar capuchon op een gegeven moment bril op, bril af en toen zag ik die reporter vaker bij onze tafel staan en toen dacht ik echt van dat was voor de dinnerbreak en toen gebeurde één hand, de kerel zat in de hand en ziet één, die had hem volgens mij gedriebet. En op een gegeven moment zie ik die reporter in, want ik let eigenlijk op die andere kerel. En die reporter zie ik omlopen. En ik zie hem achter mij langskomen, in het gezichtsveld van die ander. En even later, gooit hij heel gemakkelijk af eigenlijk. Die kerel denkt echt elke hand, denkt hij misschien een minuut over zijn kaart. En hij gooit af. En toen ben ik meteen van tafel weggelopen. Ik zat echt te koken. Ik zat echt, hey... Dit, en toen ben ik meteen naar de chef toe gegaan. Ik zei, chef, wie is die man? Wie is die reporter? Er is hier iets gaande. En dan zeiden ze, dat is een freelance journalist. Papieren kloppen allemaal, alles is goed. Dus niks aan de hand.
Het zat me gewoon niet lekker. En toen heb ik ook Mario gevraagd, Poker City heb ik gevraagd. Pitbulls. Pitbull, ja. Ik heb jullie gevraagd, wie is, kun jullie erachter komen? Wie is deze man? Nou ja. Pitbulls heeft toen met hem een gesprek, of gesprek had gewoon gevraagd, hey, waar ben je, wie ben je, waar werk je voor? Hè? Precies. Nou, noemde hij een bekende Duitse site, waar hij dan freelance wel wat voor werkte. Mm-hmm. Ja, dus op Pitbulls had in eerste instantie ook zoiets van, ja, die man doet gewoon zijn werk waarschijnlijk. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk iets echt te bewijzen op dit moment, ja. Inderdaad, natuurlijk kan je dat moeilijk bewijzen, maar toch, het zat me gewoon niet goed. Na de dinnerbreak, onze tafel werd opengebroken, ik kwam aan een andere tafel, kwam niet meer bij hem. Maar ik vertelde het ook al tegen Ton, kwam ik naast te zitten. Ton zei ook, ja, die kerel zat al eerder bij mij en maakte foto's de hele tijd. Maar ja, we snapten allemaal niet eigenlijk waar hij mee bezig was. En toen op een gegeven moment, ietsje later, ik denk uurtje half twaalf, in één keer zie ik iemand voorbij lopen. En hij kijkt in mijn ogen en ik zie gewoon in zijn ogen. Ik zei, hey, verrek, dit is Ali. En ik ben meteen van tafel weggelopen, ik ben er achteraan gegaan. En ik wou even kijken, ik zei, ja, dit is zijn postuur, dit is er, die kerel. Ik heb snel nog even opgezocht op, ik zei, heb ik gevraagd aan de brush, kan je deze naam, kan je die helemaal volledig intikken? En kun je kijken of die toevallig in het casino is. Als het zo is, weet ik genoeg. Nou ja, een kwartier later zeggen ze, ja, die kerel is hier aanwezig. Dus ik zei zo. Over volledigheid, die wordt HC nog niet aan ons bevestigd. Oh nee, dat is sorry. Jouw lezing al dat in is mijn, mijn optie. ja, hij was aanwezig. Ja, en toen viel het kwartje. Ik zei, jongens, dit is het hele bewijs. Laten we nu maar het proberen nu helemaal hard te maken. En toen zag ik al die reporter, zag ik zijn jas aan doen en ik zie hem zijn koffertje pakken en hij wou er vandoor. Ik zei zo, ho, 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 daar gaat onze man. En nu zijn we verder, we zijn gestopt uiteindelijk met spelen. Nou ja, nu is het nog de vraag wat er nu gaat gebeuren met deze speler. Die vraag gaan we bij deze beantwoorden. De persoon die achter ons staat is Peter Valstra, die komt nu naar de tafel. Voor de mensen die het niet weten, Peter, van harte welkom. Peter Valstra is, laten we zeggen, de drijvende kracht achter de Master Classics, het opzetten van de Master Classics in Amsterdam. En gaat binnen een paar maanden, ik weet niet precies welke termijn, dat zal hij ons ongetwijfeld vertellen, wordt hij de casino manager hier in Utrecht. Per wanneer is dat? 1 maart, Rolf. Per 1 maart, dus voor de mensen die dat nog niet wisten, lijkt mij persoonlijk een prachtige ontwikkeling, omdat hij het in Amsterdam zo geweldig heeft opgezet, daar perfect werk heeft geleverd, later in Zandvoort is geweest. Goed, dat zijn allemaal details die er misschien nu niet toe doen. Peter, ik heb net een verklaring gehad van Mark Wolberg, die zal ik zo voorlezen. Jij hebt de officiële verklaring namens het casino. Wat gaat er gebeuren? Rolf, vanochtend ben ik geïnformeerd wat hier gisteravond heeft plaatsgevonden. Nou, wij hebben daar een intern onderzoek opgestart en Wat er nu gaat gebeuren is dat wij drie heren die gisteravond aanwezig geweest zijn op het pokertoernooi de toegang tot ons casino hebben ontzegd. Op basis van het niet langer kunnen garanderen van een ordentelijk en rustig verloop van ons pokertoernooi. Oké, dankjewel. Ik heb met je afgesproken. Ik zal verder niet doorvragen. Dit is gewoon de officiële verklaring namens het casino. Ik zal straks voor de camera de verklaring voorlezen die Mark heeft gestuurd. En nou, in ieder geval top dat jullie zo snel actie hebben ondernomen. Dat mag ook wel eens gezegd. Dankjewel. Oké, de officiële verklaring van Mark Woldberg, bekend bij vele persvoorlichters van het casino. Hoi Rolf en Frank Webjoker. Zoals net besproken, hieronder ook op papier de acties die we hebben ondernomen naar aanleiding van gisteren. De drie personen is de toegang tot Holland Casino per direct ontzegd. De stack van de betrokken speler die nog in het toernooi zit, wordt uit het toernooi genomen. We betreuren het bijzonder dat dit heeft plaatsgevonden en het spreekt voor zich dat dit voor Holland Casino volstrekt onacceptabel is. Om dit soort problemen in het vervolg waar mogelijk te voorkomen, zullen we in ieder geval bekijken of we, aanvullend op de press regulations die op dit moment al moeten worden ondertekend, het toelaten van bloggers en journalisten vooraf nog strikter moeten reguleren. Voor aanvullende vragen weten jullie me te vinden. Goed, Mark. Heb ik nog een vraag teruggestuurd? De vraag die ik teruggestuurd was thanks voor de reactie, Mark. Kun je ook nog precies specificeren op welke concrete aanwijzingen deze sanctie is getroffen? En of, als er echt concrete bewijzen zijn, de politie ook wordt ingeschakeld? En toen heeft Mark geantwoord, nee, dat kan ik niet. Onderzoek loopt nog verder, maar er is voldoende reden om deze heren nu al een entreeverbod aan te zeggen met vriendelijke groeten, Mark Wolberg. Dat zijn de officiële verklaringen. Pieter. Ja, mooi.
Nee, echt. We komen hier om te pokeren. We komen hier om gewoon het spel te spelen en niet met hulpmiddelen. Ik gebruik ook geen lenzen waardoor ik door de kaarten kan kijken of weet ik veel, of andere reporters. Wij willen van het spel genieten, jongens. En ik voel me voor PokerStars als ambassadeur voor het poker. En laten we het spel gewoon fair houden. En laten we er gewoon van kunnen genieten. En dat we een terechte winnaar hebben, zonder dat er ooit maar vals speel aan te pas zou komen. Zeer mooi gesproken, Pieter. Rolf, wat is jouw eerste reactie op het nieuws van het HC? Waar ik blij om ben is dat Holland Casino per direct actie heeft ondernomen. Dat vind ik erg goed. Wel vind ik dat, aangezien het hier gaat om professionele mensen die het niet voor het eerst doen. Het is niet iets wat er zomaar even gebeurd is. Ik kan me voorstellen dat de bewijslast ten alle tijde heel moeilijk is. Maar als je te maken hebt met een voorgeschiedenis van mensen die duidelijk daar naartoe gaan. Als ze daar eruit gezet worden, dan proberen ze daar en lukt het daar niet, gaat het daar. Dus het zijn geen mensen waarvan je zegt van nou, die hebben een keer een foutje gemaakt. Dan zeg ik wel van, dan moeten we wel ook wel kijken wat de stappen kunnen zijn. Dat die mensen niet alleen maar per casino eruit gezet worden. Maar dat er concreet gerechtelijke stappen worden ondernomen. Lijkt mij zeer... zeer redelijk. In ieder geval natuurlijk alvast complimenten dat jij dat hebt aangezwengeld. Nee. Want het is natuurlijk ook, weet je, het is natuurlijk goed dat je iets signaleert. Maar je moet ook maar zelf je de durf hebben om het te bewijzen. Doen. Ja. Je moet iets kunnen bewijzen. En dat was gewoon, ik kon dat niet. Het voelde gewoon niet goed. Maar ja, nu zag ik de persoon in kwestie. Ja, die het eigenlijk voor zijn maatjes heeft vernacheld. Mooi. Toen ik binnenkwam net hier in het casino, stonden ze ook voor de deur, probeerden ze binnen te komen. De persoon, de fotograaf, met zijn vrouw, dan wel vriendin. En die andere persoon, die stond er daarnaast, alsof je dan niet helemaal erbij hoorde. Maar goed, ze zijn natuurlijk de toegang ontzegd. Ze probeerden binnen te komen, is natuurlijk niet gelukt. Wat dat betreft, van het casino uit, vind ik top dat ze zo snel gereageerd hebben. En ook top dat ze het in de openbaarheid hebben durven doen. Want ze kunnen ook zeggen van ja, kut, dit is iets wat slecht kan zijn voor de naam. Ja, dus echt goed dat alle kopstukken van het casino hebben gezegd van dit kan niet zo. En dat ze gewoon hier aan tafel aanschuiven. Ja, klasse afgehandeld, zeker weten. Nog aardig om even te vermelden, een beetje de nasleep. Gisteren was het natuurlijk een ontzettend een zooitje, een beetje chaotisch. Spelers waren boos. Er was een hoop aan de hand. En onze eigen Pitbos en Panini die moesten nog naar ons hotel. Uiteraard ga ik niet zeggen welk hotel dat is. En daar zat die fotograaf ook. En zij hebben gesproken daar. Heb ik helaas de geluidsopnames, kan ik nu niet laten horen. Gaan we nog wel proberen. Maar dat leverde een gesprek van een minuut of zeven op. Waarin de fotograaf alles ontkende en zeer vriendelijk te woord stond, hoor, dat wel. Hij zou ook gewoon nog hier naartoe komen vandaag. Dat heeft hij inderdaad ook geprobeerd, zei jij. Maar we gaan natuurlijk proberen dit stukje Duits tussen Pitbulls en de fotograaf online te krijgen. Die één mooi stukje wil ik vast verklappen. Dat is als Pitbulls zegt van ja, die Pieter had gezaagd dat dit en dat gebeurd is. Waarop de fotograaf zegt die platskop. Ja, die platskop inderdaad. Ja, die kale uit Friesland. Ja. Precies, die was het. Oké. Laten we het even nog gaan hebben over het spel. Nou ja, daarom zijn we hier natuurlijk in het Holland Casino. Ja. Want hoe gaat het tot nu toe met jou? Ik zit er nog in. Het is hangen en wurgen. Ik begon vandaag lekker. Of gisteren bedoel ik. Begon gisteren mooi. Ik breidde het mooi uit. En op een gegeven moment kwam ik aan de nieuwe tafel. En ging ik zelfs mooi naar 40.000. Dan bleef ik iets bij 35 hangen. En toen kwam een ideale situatie. Ik had hem goed ingeschat. Iemand schoof me 22.000 punten. Ik callde me 9 en zei uit pocket 7's. Maar ik zei al yes voor de goede call. Maar ja, werkt een beetje altijd tegen je. Dus dan komt het mooi op de flop A7. Ja, nou ja. Toen was jammer. Ik had hem met 13.000 over. En toen ging dat erin met de A6. En toen kolde er iemand met de A8. Met een twijfel. Die kerel twijfelde. Dus ik dacht, nou ja, dan moet de 6 nu komen. En zo werkt dat toch met poker. Mooie verklaring weer. De kamer van Pieter de Korver. Precies. Nou, natuurlijk, checkout krijg je toch wel een beetje terug. Nou ja, toen kwam ik bij de 30 weer. En een beetje hangen, wurgen. Nou ja, toen kwam het hele verhaal. Eind van de dag zit er nog zo in. 20.000, dat is de helft van de average. 50.000 is average. Aantal spelers over. Blind zijn 2.000, grote blind denk ik. Ja, dus 12 blinden. Short stack. Ja. Nou ja, daar heb ik wel ervaring mee. Ik maak me geen enkele zorgen. Ik heb je bij de grote finale in Monte Carlo heb ik zien terugkomen van, laten we zeggen, net iets minder. Ja, ik maak me geen enkele zorgen. Dus, ik
kan zeggen, ze kunnen oppassen als ik één keer dubbel. En de prof... Ik heb zoiets een keer eerder meegemaakt, een aantal jaren geleden. Ja. Een soort collaboration wat er toen gebeurde. Dat was bij een gewoon simpel toernooitje in Leeuwarden. Maar dat haalt de positieve energie bij mij eruit, hè? Dus als ik nu dubbel, dan... Opgepast. Dan gaat die eerste prijs mee naar Leeuwarden. Oké, Pieter. Heel veel succes zo direct. Blijf in ieder geval nog even zitten. Straks gaan we nog doorpraten over het spel van gisteren. Het spel wat we vandaag gaan doen. De finale tafel gisteren natuurlijk. 550 euro events. Precies. Forum lid gewonnen. Gaan we allemaal bespreken straks. Maar we hebben het net gehad over één platskopf, geloof ik. We hebben nog een andere platskopf in huis. En die zit achter ons. Dat is onze eigen Nico Seiksnor. Ja, doe wel. Heldendom. Anildo Brito en Rick Rodebever Kaminga namen hun heads-up om de titel van het 500-event uitermate serieus. En dat ziet hen. Hetzelfde kon helaas niet gezegd worden van de Poker City Live reporters, die door alle 3-bet-fold, C-bet-fold handjes een tikkeltje melig dreigden te worden. Die heren staan al niet bekend om hun meesterlijke spitsvondigheid, maar is de leukste grap die je kunt bedenken luidt: wat is het favoriete Mexicaanse gerecht van meneer Brito? Hint, het is geen taco. Tja, dan is het dieptepunt van de pokerjournalistiek wel bereikt. Stiekem begonnen zelfs de grootste atheïsten in het Poker City team te bieden tot de pokergoden. Alsjeblieft, laat er iets gebeuren. Wat dan ook. En zo geschiedde. Subiet zonden de pokergoden hun favoriete gezant en aangenomen zoon. Ja, met recht de plaatsvervanger van vrouwen tot Fortuna op aard, Pieter de Korver. Of, zoals hij tegenwoordig al genoemd wordt, Pieter R. de Korver. Toegegeven, aanvankelijk werd er wat sceptisch gereageerd op de claims van de EPT-champion. Immers, de vorige keer dat de Korver vermelding maakte van criminele activiteiten in het pokercircuit, bleek het om een hele slechte verborgen camera-grap te gaan. Maar de Korver hield vol, verzamelde rustig bewijs en ontmaskerde een Duits pokercomplot dat de gemoederen nog lang bezig zou houden. Pieter de Korver, onze eigen Sherlock Homegame, gelooft heilig in karma. Dus als hij vandaag het toernooi niet chipt, want oh ja, er wordt hier ook nog een toernooi gespeeld, dan weet ik het niet meer. Op zijn minst verdient hij het om in de onvermijdelijke Hollywood-verfilming van dit verhaal geportretteerd te worden door George Clooney. De critici kunnen unaniem zijn. Dat wordt een kraken van een misdaadschiller, waarbij vergeleken Ocean's 11 verbleekt tot Ocean's 12. Arme Brito, arme Rode Bever. Hun duel verdween in alle consternatie naar de achtergrond, terwijl iedereen zijn eigen best supporting actor rol opeiste. Rob Hollink meende bijvoorbeeld in een key hand het slachtoffer geweest te zijn van deze cheaters. We geloven het meteen, aangezien Rob nooit ergens samenzweringen inziet als ze er niet zijn. En dan Thierry van den Berg, die de hele affaire vanaf de rail, bad beat obviously, gade had geslagen. Hij beweerde bij hoog en bij laag dat hij al de hele dag had lopen waarschuwen dat er iets niet pluis was, maar dat zijn relaas steeds aan dovemans oren gericht leek. Over bad beats gesproken, kun je nagaan hoeveel ellende er voorkomen had kunnen worden als er in heel Holland Casino Utrecht ook maar één iemand had rondgelopen die nog steeds serieus luistert naar de verhalen van Thierry van den Berg. Zelfs pokerjokers die niet eens in Utrecht aanwezig waren, eisten hun taartpuntje van de aandacht op. Zo slingerde een collega-reporter van een concurrerende site, ik noem geen namen, via Twitter het statement de wereld in dat als hij aanwezig was geweest, deze vuige mannen al voor het shuffle-up een deal in de kraag zouden zijn gevat. Nou, driewerf hulde. Ik hoop dat koningin Beatrix, die sinds vorig jaar ook op Twitter zit, deze tweet in haar achterhoofd houdt als het weer tijd is voor de jaarlijkse lintjesregen. Laat het ook een les zijn voor Piet Bosch en Panini, de Alberto's tegenmannetjes van de pokerbies, die de oplichters in kwestie met een lopende bandrecorder onder de regen juist confronteerden in hun hotel. Met gevaar voor eigen leven, of in het geval van Piet Bosch in ieder geval, met het gevaar dat de hele pokergemeenschap het niveau van zijn steenkolenduits te horen krijgt. Ik neem aan dat onze undercover reporters hun lesje geleerd hebben en de volgende keer lekker vanuit hun eigen huiskamer online de held gaan lopen uithangen in 144 tekens of minder.
Kortom, van een pokerjournalistiek dieptepunt naar de pokerjournalistieke equivalent van Woodward en Bernstein in 2,8 seconden. En dat allemaal dankzij één man en zijn solid read. Het is misschien jammer voor Rode Bever en Burrito. En jammer voor de liefhebber van ten hemel schreiend slechte woordgrappen. Maar namens de rest van de pokerwereld zeg ik, platskop, bedankt. Dankjewel, Nico. Dankjewel. Van Nico naar Pieter lijkt me een kleine stap. In ieder geval naar Pieter Salet. Pieter, gisteren. Vertel in het kort wat we op het pokergebied allemaal... In het zeer kort. Vijf rondjes aan de finale tafel met de twee voorgemeleden van Poker City. Mark Rovers werd achter nadat hij zijn Poker 10 tegen Poker de Azen van Paul Valkenburg aan liet lopen. Ja. Paul Valkenburg werd zelfs zesde. Ja. Na een enorme pot tegen de uiteindelijke winnaar Rick Rodebever Cammingham. Waarmee ik nog gespeeld op dag 1. Die in leven bleef op een redelijk miraculeuze wijze. Ik denk, ja, hij was niet voor zijn toernooi leven al in dat hij haar rol, want jij vloog eruit, toch? Nee, maar daarvoor Boertien had hij overleefd tegen Pochettino. Hij is een aantal keer vroeg in het toernooi wat man zal gaan. Tegenstander gewoon Drawing Dead op de turn. Ja. Hij dus Boertien, tegenstander Pochettino, wat kan je hebben? boer, op de en later nog inderdaad met 4 en 9. En ik meen nog een keer met A's 8 tegen Boeren. Dus hij had in het begin vier van mazzel. Ik moet zeggen, de latere fase van het toernooi. Goed gespeeld, hè? Zeer goed gespeeld. Ja, heb ik ook. Agressief, geduldig, niet op tilt. Het sub duurde ook heel lang. Ze wilden allebei heel graag winnen. Ze hadden wel een deal. Er lag nog 2000 in het midden om te spelen. Dat hebben ze zeer serieus gedaan. Ja. Ik weet niet hoe lang die uitsub geduurd. Ik denk wel 2 uur of langer. Serieus? Ja. Wow. Dat was een lange uitsub. Rick Cammingham had dus aan het langste eind getrokken. Ja. Tegen Anildo Brito. Wat ja. Kent. Jongen die heel vaak speelt hier in de toernooi. Heel aardig. Dat is het 550 euro event. In het main event, Pieter de Korver natuurlijk. Moet ik even denken uit mijn hoofd welke bekende namen. Ik zie dat Simon Berends heeft nog een hele grote stack. Ja. Paul Berends zit ook boven de ton. Hè. Dat is ook even top 3 of tegen de ton aan. Top 3 stack. En zo nog een aantal bekende spelers. Dus dat belooft. Ik heb ze niet in mijn hoofd omdat ik helemaal ben bezig geweest met de chaos. Maar die staan allemaal in onze live support. Dus daar gaan we zo direct om 2 uur mee beginnen, Pieter. 2 uur volgens mij. Ja. Oké, 2 uur gaan we verder met de main event. Die gaan ook hier spelen, dus we hebben niet al te veel tijd meer. Oké. Hebben we nog laatste vragen voor Pieter? Ja, eigenlijk je plannen voor de toekomst. Hoe gaat dit jaar eruit zien? Op dit moment heb ik nog niks gepland. Je contract is neem ik aan verlengd, hè? Want vorige keer dat je bij ons in Poker Insight zat, toen ging het erover of je contract verlengd zou worden. Dat is gelukt, hè? Is het beter geworden? Is het voor een jaar? Hoe zit het precies? We hebben nog niks concreets op dit moment. We zijn nog in onderhandeling. Ik heb wel te horen gekregen dat ze met me door willen gaan. Ja. Maar we moeten nu eerst nog om de tafel. Oké, dus daar gaan we verder niet al te diep op in. Je hebt natuurlijk nu al een extra sheriffster op je borst. Kijk, dat werkt altijd goed, hè. Dus, mijn planning, ik heb de mogelijkheid naar Zuid-Amerika toe te gaan of naar Macau. Het is allemaal, ik zal gewoon kijken, ik weet het nog niet. Het lijkt me allemaal mooi. Ik kan met Marcel Luske mee naar Macau. En ik kan met andere jongens naar Sao Paulo toe. Nou ja. Klinkt allebei goed. Ja, het klinkt best wel lekker. Maar thuis zijn is ook wel eventjes lekker hoor. Dus ik wil eerst even lekker gewoon thuis zitten. Ik kom net, ik was in de EPT de Veel, was ik helaas de eerste dag wel overleefd. Tweede dag snel eruit. En daarvoor was ik in de Bahama's natuurlijk. Daar heb ik het niet onaardig gedaan. Werk 90ste uiteindelijk. Mm-hmm. Ja, want er was natuurlijk sprake van dat je het daar weer zou gaan doen. Ja, ja. Nou ja, ik werd de ultimate chipleader op dag 1. Precies. Nou ja, dan heb je de camera's en de ESPN en alles heb je op je gericht natuurlijk. En dat vind ik ook prachtig natuurlijk. Ik had net daarvoor een column geleverd aan de Telegraaf. Ja. Dat ik in 2011 al ga knallen. In wat voor opzicht dan ook... ik ben goed bezig volgens mij al, hè? Nou, aan de pokertafel of als politieagent. Ja, ik heb misschien al een nieuwe beroep anders gevonden, hoor. Oké. We wensen in ieder geval alle succes. We vonden het natuurlijk super dat je vlak voor het spelen van het main event hier aan tafel wilde schuiven om dit allemaal nog te vertellen. Want je hebt natuurlijk ook je voorbereiding op het spelen. En nou ja, allemaal top en geweldig dat je het gedaan hebt. En natuurlijk heel veel succes, jongen. Pieter, bedankt. Dankjewel. Super. En nu allemaal bedankt voor het kijken. We gaan dus over een kwartiertje beginnen met de live reporting. Nou ja, alles wat er hier gaat plaatsvinden.
Morgen natuurlijk geen uitzending meer van Poker Insight, want dit is het. We hopen dat u deze week leuk hebt gevonden. Dat we iedere dag hier gezeten hebben. Mede namens Pieter. Uiteraard. Zeggen wij dank u wel. En mede namens onze eigen Nico Sijksnor, schijnenstreep Gertijn Boers, maar die schaap achter staat te lachen achter en de camera. DJ Boekraad, Milan met Mark Rovers was natuurlijk ook, Pitbos, allemaal bedankt. Zo is het maar net, namens het hele team zeggen we dank u wel en tot een volgende keer. Doei. Joep.